IKEA zijn we weer. Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe video. Het is vandaag maandag en vandaag is de dag dat er een glasvezelkastje wordt gemaakt. De monteurs zijn er al. Daar gaan ze straks aan het werk, dus ik mocht net al mijn dozen aan de kant zetten. Het is inmiddels al 9 uur. Ik had echt het gevoel dat het nog 7 uur 's ochtends was, maar het is al wat later. Ik ben gisteravond pas om 1 uur gaan slapen. Dat is niet zo slim. Dit is echt wel fantastisch gemaakt. Al een uur lang. Nu zit er een gat in onze zo zorgvuldig geverfde muur. Oké, het gaat niet zo goed. Maar bij mij gaat het wel goed. Althans, type stress. Omdat ik, het is inmiddels 11:30 en ik heb nog niks gedaan. Ik ben bezig met een blog, maar het werkt allemaal niet. Want de monteurs zijn er nog steeds. Ze hebben namelijk een leiding geraakt. En die leiding is van de verwarming en van de warme kraan. Dus ik heb nu geen warm water. En ik heb nog steeds geen internet. Maar wat doe je daar? Dus kijk. Het kastje hangt er nu. Maar dit is niet helemaal in orde. Oké, we zijn ruim 5 uur verder. Maar ik heb internet en mijn warm water doet weer. Dus dat is top. Mijn mooie wit geverfde muur is helaas alleen niet zo wit meer. Ondertussen wil ik graag verder gaan met deze kast. Zodat ik mijn boeken kwijt kan. En ik had dus bedacht om hem midden in de kamer te zetten. Om een beetje een soort van afscheiding tussen woon en eet. En straks zul ik daar mijn werkgedeelte maken. Maar mijn vloer loopt dus niet echt recht. En nu staat de kast niet waterpas. Om precies te zijn staat hij op min 1. En ik weet niet of ik me daar heel erg aan ga irriteren. Ik ben wel een kind van mijn vader. Mijn vader kan het niet tegen als dingen scheef staan. Ja, hij moet dus echt zo'n stuk omhoog. Jee, hij staat recht. Hij is groen. Het is nu alleen wel dat hier een soort van ruimte is. Maar ik heb er dus een hoofdpak A4'tjes onder gelegd. Ik vraag me alleen wel af hoe stevig dit is. Niet heel erg volgens mij. Kijk, hij staat. Ik ben er echt heel blij mee. Het is echt gelijk weer echt mijn huis. En nu hopen dat ik hem zo opgeruimd kan houden. Ik heb hier nu mijn eettafel staan. Hier staat alle troep. Maar kijk, alle verhuisdozen met spullen zijn weg. En ik heb hier nu best wel een grote zee van ruimte. En ik denk dat ik hier een bureautje ga neerzetten. Leek me wel leuk. Dat ik ook gewoon echt een werkplek heb nu. Dat is trouwens al 4 uur en ik heb vanmorgen ontbeten met 2 gekookte eitjes. En ik heb 1 pakje Oreo's op. En ik heb een uur geleden eten besteld, alleen het is er nog niet. Je vraagt je misschien af waarom heeft ze niet eerder wat gegeten. Er lag niks in de koelkast en ik had vanmorgen boodschappen willen doen. Eigenlijk zou die mensen van het internet zeiden dat het tussen 8 en 10 zijn. Dus ik denk mooi, ik heb ontbijt, ga ik daarna gelijk even boodschappen doen. Maar ze gingen pas om 3 uur weg ongeveer. En toen had ik al zo'n honger dat ik mezelf niet meer naar de supermarkt wilde verslepen. Want ik denk, ik ga veel te veel kopen en dan word ik chagrijnig en dat. Maar goed, mijn kast staat. Dat is top. Eten. Dus voor vanavond is een focaccia met gerookte zalm. Ik zal even in de koelkast leggen. En hier heb ik gewoon een hele lekkere maaltijd. Frietjes, kabeljauw en geroosterde groenten. Ik had dus zo'n honger dat ik meteen dit broodje ben gaan eten. Ik ben in het interview met Klaas Boomsma aan het uitwerken voor Metro. Hier heb ik mijn papieren. En hier heb ik mijn Tivoli radio. En ik heb een hele golden oldie cd aan staan. Let Go van Avril Lavigne. Wie kent deze cd nog? Het is een van mijn favoriete nummers. Nobody's Fool. Ik twijfel of ik zo nog eventjes naar IKEA rij om een bureautje te halen. Eigenlijk wil ik dat heel graag. Maar ik weet niet of het in mijn auto past. IKEA, zijn we weer. Ik hoop echt zo hard dat deze plank in mijn auto past. Anders heb ik een probleempje. Ik heb ook meteen maar weer wat bloemen gehaald. De enige bloemen die ik kan verzorgen. Neppers. Oké, hier staat deel 1. Hier mag deel 2 in. Op hoop van zegen.
Het is gelukt. Ik zit een klein beetje met een doos in mijn nek, maar verder gaat het goed. Oké, daar gaan we. Ik denk dat ik met deze moet beginnen. Oké, dit ding had toch iets meer voet in de aarde dan ik aanvankelijk dacht. Het heeft me 3 kwartier gekost en ik heb het 26 keer verkeerd gedaan. Daar ben ik niet zo trots op, maar hij is klaar. Alleen die andere nog. Als het goed is, kan ik deze nu binnen een kwartier. Told you. 10 minuten. Jammer dat die andere 3 kwartier kostte. Nu dit gevaarte. Volgens mij hoeft dat ding niet eens bevestigd te worden. Nu moet ik er wel wat leuke dingetjes op gaan zetten, want nu vind ik het echt mega saai. Serieus, zelfs mijn lamp is een bouwpakket. Ik presenteer jullie annemerel.com headquarters. Dit is waarschijnlijk de eerste en de laatste keer dat het zo netjes clean desk policy is. Dit heb ik dus gevonden op de food afdeling van IKEA. Een ijstaart van Dame. En Dame is dus echt mijn favoriete chocola. Of in ieder geval, dat was het vroeger. En ik vind het nog steeds heel lekker. Ik ben heel benieuwd hoe deze is. Ziet er best goed uit, toch? Ik had 1 stuk afgesneden. Toen dacht ik, dit is wel heel weinig. Laat ik nog maar een stuk afsnijden. Oké, ik proef de zon. Heel lekker. Als je bij IKEA bent, neem dit mee. Dit is echt super lekker. 4 euro, hele ijstaart. Oké, ik ben echt mega enthousiast over de progressie die ik vandaag hier in huis gemaakt heb. Ik ben echt heel blij met mijn broodje. En met de kast, hoe die is ingericht, hoe die staat. In de slaapkamer in plaats van de MacBook heb ik daar nu een schilderijtje staan. En ik heb plakkers aan de achterkant gedaan. Want in mijn vorige huis had ik de strepen van die zwarte lijst tegen de muur aan. Dat zou ik een beetje zonde vinden. Ik ga nu nog even 1 aflevering Supergirl kijken en dan ga ik slapen. Jullie weer bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer.